Welkom in het hoofdstuk absorptie en transport van voedingsstoffen. In het vorige hoofdstuk hadden we gezien hoe grote macromoleculen, voedingsstoffen, moeten afgebroken worden tot hun kleinste componenten. Dat zijn de monosacchariden, glycerol en vetzuren of aminozuren. Voordat ze konden opgenomen worden in het bloed. Ik had daar ook al die stoffen in dat overzicht laten markeren die effectief in het bloed opgenomen konden worden. Nu gaan we even kijken hoe dat zit met dat transport. En voor het eerste daarvan gaan ze eigenlijk een simulatie maken van de darmwand. En waarom specifiek die darmwand? Bij het markeren viel toen op, bij die situering, dat de stoffen die je kon opnemen in het bloed, dat die zich bijna allemaal in die darmwand bevonden, uiteindelijk. En daarom dat we die gaan proberen te simuleren met een dialysemembraan en dat ze daar een vergelijking gaan maken tussen. Stel dat je een oplossing maakt met zetmeel en glucose tezamen en je plaatst die in een dialysemembraan, welke kunnen zich er dan doorbewegen? Voor dit filmpje laat ik het even hier zien. Een glucose-teststrookje, LUGO, een zetmeel- en glucose-oplossing van 10%, een beker met water en een elastiekje er rond, een stukje dialyseslang dat het daarom wat simuleert. Dus wat gebeurt er hier? Het wordt gevuld met die oplossing die en zetmeel en glucose bevat, die dialyseslang. Dus dat is eigenlijk om te simuleren wat er zich aan de binnenkant van de darmwand zou bevinden. Dus de binnenkant van die slang zijn eigenlijk de stoffen die dat in uw darm zouden zitten. En gezien dat uw lichaam voor 70% bestaat uit water, wordt dat in een waterige oplossing opgehangen. We wachten 20 tot 30 minuten. Ik heb al eens even aangehaald, dat is geen snel proces dat opneemt. Daarom dat uw darmwand zo lang is om dat voldoende tijd te gunnen. Nu, de eerste stof die ze hier toevoegen is LUGOL. LUGOL is een kleurstof die zwart kleurt indien er zetmeel aanwezig is in de oplossing. Zelfs na het toevoegen van een beetje meer, blijft die oplossing gewoon kleurloos, of beter gezegd, niet echt extra gekleurd. Dus zetmeel niet aanwezig. Dit is een glucosestripje. Dat dient om de aanwezigheid van glucose in een oplossing na te gaan. Het glucose-teststrookje geeft een verkleuring weer. Het water rond de dialyseslang bevat dus glucose. De darmwand laat geen zetmeel, maar wel glucosemoleculen door. De darmwand kan enkel de glucosemoleculen doorlaten. Omdat de glucosemoleculen veel kleiner zijn dan de zetmeelmoleculen en kunnen bij gevolg de darmwand gemakkelijker passeren. Zo. Dat gaf je eigenlijk, of dat gaf weer wat er gebeurde. Bij de waarneming kan je hier dus invullen dat de LUGOL geen zetmeel aankleurt en dat de glucosestrip wel glucose aantoont. Het besluit is, zetmeel kan door de darmwand. Zetmeel kan niet door de darmwand, excuseer, en glucose wel. Welke stof wordt hier nu voorgesteld door de kleine rode bolletjes? Dat is de glucose. En welke stof zijn die blauwe bolletjes, die groter die erin zitten? Dat is het zetmeel. En hoe verklaar je dat de darmwand enkel glucosemoleculen doorlaat en geen zetmeelmoleculen? Kan erbij schrijven, de zetmeelmoleculen zijn te groot om door de darmwand te passeren. Ja. Nu, onze darmen. Die moeten dus via dat transport die stoffen opnemen. En ik heb al gezegd, een van de
reden waarom dat de darmen zo lang zijn, is omwille van het feit dat dat een langzaam proces is en dat dat dus voldoende moet kunnen gebeuren. En daar heeft het lichaam nog een tweede trucje voor uitgevonden. Die zijn heel erg sterk geplooid, die darmen, aan de binnenzijde toch. Die plooiingen, dat worden de darmvilli genoemd. Nu, die darmvilli, die dat daarbij staan, die hebben ook nog eens microvilli die dat daarbij zitten. En dan heb je dus een enorme oppervlaktevergroting dat erbij komt, door dat eigenlijk sterk opgeplooid te worden. En je hebt dus een heel groot contact bij gevolg met die verteerde voedingsstoffen. Dat is wat ze hier proberen weer te geven. In die darmvilli heb je daar ook nog eens microvilli die dat daar bovenop staan, dat is per individuele cel. Die darmvilli, dat zijn die grotere instulpingen. Daar kan het bloedvat, of daar kan de bloedvaten, zo inlopen. Dat is eigenlijk hetgeen wat je hier op de volgende bladzijde ook ziet. Dit is zo een darm, een van die darmvilli. Hè. En daar kan dus de bloedvaten zo langs lopen. De bedoeling is dus dat de stoffen van de darminhoud, die langs deze zijde hier wordt weergegeven, hier, naar binnen moeten gaan om uiteindelijk zo in het bloedvat hier terecht te komen. Ja. En dat wordt hier uitvergroot, die overgang op deze tekening. Dat concept, zoals ze hier zeggen, dat wordt de absorptie genoemd. Dat bewegen van die darminhoud naar die binnenkant. Nu, hier heb je bijvoorbeeld twee stoffen, de absorptie, van glucose en aminozuren. Waarom zetten ze die nu apart? Wel, dat zijn stoffen die in de regel goed wateroplosbaar zijn. Dus die transporteren van darminhoud naar bloed, dat is een koud kunstje, daar moet het lichaam eigenlijk weinig extra moeite voor doen. Hoe doen ze dat? Wel, als je hier start aan die darminhoud, dan gaat die eigenlijk twee keer een overgang moeten maken. Overgang 1, binnendringen van de darmwandcel, cellen die zich hier aan de buitenkant bevinden, en dan overgang 2, van darmwandcel naar bloedvat. Maar dus nu het grote verschil dat jullie moeten weten, die eerste overgang, dat is een actief transport. Dus dat vereist energie om die monosaccharide en die aminozuren op te nemen. Die tweede, dat is passief transport. Dat gaat automatisch gebeuren, dat dat daardoor dringt naar het bloed. Ja? Nu, welke organen of cellen passeren monosaccharide en aminozuren tijdens de absorptie? Dat begint bij de darminhoud. Dat gaat naar de darmwandcel en dan van de darmwandcel naar het bloedvat. Ja. En dat is heel gemakkelijk, want je mag er hierbij schrijven dat dat wateroplosbaar is. Wanneer wordt het nu wel lastig? Absorptie van vetzuren. Daar mag je hierbij schrijven, op deze plaats, dat dat niet wateroplosbaar is. Dat vet en die vetzuren. Ja. Dus dat moet in meerdere stappen gebeuren. En dat is wel een lang proces om dat te doen. Want de eerste stap is dat lipase hun ding moeten doen. Lipase, dat was het enzym dat ervoor zorgt dat dat afgebroken wordt, tot monoglyceride, vrije vetzuren vooral. Ja, en die glycerol. Wat gaat dat doen? Dat gaat in het darmsap een emulsie vormen. Nu, emulsies, dat is iets dat je in het vierde gezien hebt, destijds. En wat is dat? Dat is een mengeling van een vetoplosbare stof, een vetstof, excuseer, en een water. En daar heb je een emulgator voor nodig. Iets dat toelaat dat dat met elkaar mengt. Nu, dat vormt zich niet zomaar, hè, die emulsie. Die emulgator in deze context, dat zijn galzouten. Dat is hetgeen waarvan je galblaas komt en dat ervoor zorgt dat vet toch nog mengbaar wordt. Oplossen is het slechte woord, maar toch minstens mengbaar wordt met die waterige darminhoud. Wat gaat dat vormen? Het gaat eigenlijk heel erg kleine vetdruppeltjes vormen, samen met die galzouten. En die kleine vetdruppeltjes, die worden micellen. Nu, die micellen, ja, die kan je gaan opnemen in die darmwandcellen. In de tweede stap. Ja, daarbij zit. En dat kan dan nog verder afgebroken worden als je toch nog
monoglyceride en diglyceride hebt, kan in die stap nog verder afgevormd worden tot als je effectief glycerol en vetzuren hebt. Ja. Stap 2b, dan wordt die opgenomen via passief transport. Nu, eigenlijk die stap 2 hadden ze voor mij gerust eentje van kunnen maken in plaats van dat op te splitsen. Dat wordt passief opgenomen. Dus stap 1 kan je eventueel, als je het echt op het heel kort wilt zeggen, hier gewoon bijschrijven. Dat het een emulsie moet vormen met galzout. Stap 2 is dat het opgenomen wordt in de darmwand. Stap 3, dat is nu het speciale eraan. We gaan dat vet moeten krijgen in het bloed. En dat gaat niet zomaar. Wat gaat je lichaam terug doen? Die gaat opnieuw glyceride vormen. Triglyceride. Dus dat gaat dat vet eerst afbreken, ironisch genoeg. Dat opnemen in de darmwandcel. En dat dan terug opnieuw gaan opbouwen tot vet. Maar dat vet kun je niet zomaar in je bloed laten uitstorten. Daar moet nog eerst een soort van mantel rondgebouwd worden, een eiwitmantel. En wat krijg je dan? Zogenaamde lipoproteïnen, die chylomicronen genoemd worden. En wat staat lipoproteïnen voor? Lipo, daar herken je het woordje lipide in, dat is vet. Proteïne, dat is eiwit. Dus je maakt eigenlijk een soort van dubbele laag, met aan de binnenkant, ik probeer het duidelijk te maken, aan de binnenkant een vetbol. En wat ga je aan de buitenkant daar rond plaatsen? Aan de buitenkant ga je een eiwitmantel daar rond bouwen. Dit is dan zo een chylomicron. En je mag het erbij schrijven, hè? Dat geel is het vet, dat blauw is het eiwit. En dan is het probleem opgelost. Want dat eiwit, dat mag je bijschrijven. Dat is mengbaar met water. En dat vet niet. Maar kan dat kwaad? Dat dat vet niet wateroplosbaar is. Nee, maar dat zit aan de binnenkant. Het water zit hier allemaal aan de buitenkant van, in uw bloed. En dat is allemaal geen probleem, want dat is eiwit. Ja. Nu, wat gaan ze doen met die chylomicronen in die darmwandcel? Dat wordt afgevoerd naar het transportgedeelte van de cel. Dat zijn we in het eerste semester al eens tegengekomen. Dat was het Golgi-apparaat. En dan gaan ze die via exocytose, dat was dat uitspugen van die dingen, via een blaasje, gaan ze die chylomicronen afvoeren en komen die terecht in de lymfevaten. Dus het lichaam moet eigenlijk best veel moeite doen om die vetstoffen allemaal op te nemen. Want dat is hetgeen wat ze er hier allemaal bij schrijven. Wat is dus de eerste stap? Hier, galzouten vormen die micellen. Dat was stap 1. Wat is dan stap 2? En ze hebben dat opgesplitst in 2a en 2b. Dat is hetgeen wat hier staat. Dat is dat opnemen van dat dingetje. Wat gaan ze dan doen? Terug opnieuw. Stap 3. Terug opnieuw vetten vormen. En die opslaan in chylomicronen. Die chylomicronen die worden in stap 4 beschreven als, dat gaat naar het Golgi-apparaat. En dan tenslotte stap 5, hier. Hier gebeurt die exocytose. Ik kan dat woordje hier eventueel nog eens aanvullen. Die exocytose, om dat terug uit te storten naar de bloedvaten. En dan is dat geen probleem, want dan zit dat eiwit daar rond. Ja. Dus dat is een moeilijk te snappen concept. Maar hoe worden die vetten opgenomen? Dat is het eerste filmpje. Het tweede gaat erover, wat gaan we nu effectief doen met die voedingsstoffen nadat die getransporteerd zijn? Tot dan!